Luigi's Mansion 3. Smash even op die like als jullie hier een serie van willen zien. De story duurt iets van 13 uur of zo. Oh. Oh. We need the doggy. Wat is er? Nee! Dat is die professor die in de vorige Luigi's Mansion games... ons hielp, die ons de poltergust en zo gaf. Hij kent hem volgens mij nog. Ik vind het wel leuk hoe blij dat hondje is. Maakt het wel gewoon minder eng. Voor Luigi, denk ik. Nog een key! Oh ja, die andere was natuurlijk weg. Oh, hier zijn de kostuums. Oh, clever! Kijk daar in de spiegel. Vet gedaan, vet gedaan. We got it, the key. Zijn ook dat de puzzels steeds moeilijker gaan worden? Oh, kijk, missing. Je krijgt gold als je Luigi vindt. Ze zijn ook echt blij. Kom toe, papa. Oh, sorry, verkeerde knop. Hoppa, kijk. Boom. Oh, kom op, jongen. Ik kan je niet echt onder controle houden, man. Zo, dude. Zo, die vibration voelt echt raar. Yo, het is nog wel even wennen, maar het is wel echt sick. Maar ik weet niet of je ze elke keer moet stunnen per se. Nee, je moet achter hen komen als je wil opzuigen bij de staart. Als ze voor je staan, dan moet je stunnen. Oh, daar kunnen we niet doorheen. Oké, dat is best wel cool gedaan. Overslaan, oké, dan wordt het dan wat langere cutscene, denk ik. Oké, laat maar. Doggy. Zo naar, hoe Luigi ook schrikt. Had een unlocked ook gewoon de kleur. Oh, wat is dat? Oh, dat is een lamp. Een nieuwe lamp. De knop die hij indrukte om die zaklamp aan te zetten was dezelfde knop om de zaklamp te uithalen. Wow. Dit is de dark light en daarmee kan je objecten zien die je normaal gesproken niet ziet. Of daarmee kan je dingen veranderen. Let's zuig het op. Want daarboven is een gele spin. Oh, die zit er nu in. Zorg ervoor dat hij niet uitkruipt. Ik denk dat we... Oh ja, ja, we moeten hier... Ja, ik had niet opgelet waar die hond was. Oké, we moeten hier weer terug. Okidoks. Oh, dus zo kunnen we ook Mario en zo. Die kunnen we er zo uithalen. Yes, daar is die. Ik weet niet meer hoe die heet. Professor iets. Zijn schoenen. Hoe is het mogelijk? Je bent echt de laatste die ik had verwacht hier te zien. Hoe dan ook, dit is niet het moment om bij te kletsen. Waar het nu om gaat, is dat je je wel zult redden. Kom op, Luigi. Haal me hier weg. Dit hotel barst van de spoken. Ik wil hier geen seconde langer blijven. Allereerst, Luigi, moeten we bij mijn auto zien te komen. Kun je me er naartoe brengen? Ja, in de parkeergarage is dat. We hebben geen tijd te verliezen. Dan gaan we met de lift, neem ik aan. Ja, kijk hem rennen. Hij is banger dan Luigi. Wie had dat ooit kunnen denken? Ja, een lift. I know. Wauw, zeg. Ja, weet ik. Leuk. Let's go. Kijk hem rennen. Ik vind het een beetje ongepast voor deze situatie eigenlijk. Want normaal gesproken, hij vond het nooit eng. Ja, dit ding moet even weg. Goed zo. Kijk, hij heeft geen ogen. Ja. Let's go. Brainstormen. Het lijkt erop dat geen van je vrienden, net als ik, op de tweede etage gevangen waren. Ze zijn vast naar een van de hogere etages gebracht. En dat betekent, er zit niets anders op. We hebben de liftknoppen nodig. Ja, maar die zijn er niet. Here we are. Waar ga je in hemels nou naartoe? Wat? De auto is die kant op. En ik zie daar geld op die plant. Geef maar aan mij. Ik kan me niet herinneren dat hij...
Ja, nu lach jij. Kijk hoe je loopt. Kijk nu hoe je loopt. Zijn er... Hoezo is daar de garage? Dat kan ik me echt niet herinneren hoor, sorry. Hij heeft geen masker op volgens mij. Hij peert hem gewoon. Zijn masker. Oh. Hij wordt agressief volgens mij. Zo! Wat een agressie! Zuig hem op! Oh, ouwe! Kijk uit! Kom op! Kom op! Oké, dit is heel lastig om onder controle te houden. Waar is die? Waar is die? Oh, hij is daar. Oh, hij moet hem eerst op mij afgooien. Gooi dan. Got him! Got him! Ik heb hem! Hoppa! Hoppa! Neem deze karma! Yes, oké, ik heb levens opgepakt. Waar ben je? Go, go, go! Boom! Yes, got him! Trek je kont eruit. Oh, die neemt hij nog even mee. Wow. Wow! Wat zijn dit dan? Oh! Oh, dat zijn de liftknoppen. 1 tot de 1 en 5. Hoezo 5? 5 is veel te moeilijk voor ons. Haha, dat zijn liftknoppen, zonder twijfel. Wat moet zo'n spook daar nou mee? Het zijn er maar 2. Zou hier soms andere spoken zijn met de rest van de knoppen? Oh, hij heeft iets heel interessants. Oké, daar heb ik zin in. Ik denk dat ik het al weet. Oké, laat maar. Ik weet het niet. Ik ga niet zeggen wat ik dacht dat het was. Dit is heel anders. Kijk Luigi's hoofd. Hij heeft gewoon een portable laboratorium. Hehehe, welkom in mijn laboratorium. Weer een van mijn briljante uitvindingen in het draagbaar laboratorium. Robuust, veilig en meer airconditioning. Ik heb altijd geweten dat zoiets van pas zou komen. Gelukkig had ik het bij me. Wat ik hier in dit hotel doe, dat is een lang verhaal, maar kort gezegd ben ik erin geluisterd. Wij ook. Ik heb een uitnodiging. Ja, wij ook. Deze dame zei dat het bijzonder was. Ja. Dat zei ze ook tegen ons. Luigi, in deze doffe ellende ben je mijn laatste hoop. Zorg dat de tekst. Tekst. Ik wil spelen. Nog even de laatste 20 minuten. Wow. Wat doe jij? Hartstikke goed. Oh, testen. Blijf spoken van... Oh nee, daar kan je de spokenspul in doen. Hij heeft het erin geblazen. Oh, je wilt ook je vrienden en je broer redden. Dat ben ik glad vergeten. Geen seconde meer aan gedacht. De Virtual Boo! Oh mijn god! Voor de mensen die niet weten. In Luigi's Mansion had je elke keer een console waarmee je hem kon bellen. En nu heb je de Virtual Boo. Eigenlijk is het de Virtual Boy. De Virtual Boy is de allereerste VR-headset van Nintendo in zwart-wit. En dat is dus van vroeger. Geweldig. Dat ding moet je dan ook opzetten als je met hem gaat bellen. Een hypermodern apparaat. Je kunt de Virtual Boo gebruiken om ieder moment met mij te communiceren. Ja, dan moet je meer eens opzetten. Zie je geen klap. Wat is dat? Oh, dan kan je liften zien op de kaart zeker. Vertel ik je later wel. Ja, sowieso kan je dan liften zien op de kaart. Oké, oeh. Oh, multiplayer terug naar het titelscherm. Oh, zo. Hotel verkennen. We hebben dus 2 lichtknoppen. Oké, nu hebben we de Virtual Boy. Oké, dit is apart. Oké, dan moeten we daar dus die liftzender plaatsen. Oh, spinnen. Auw. Gewoon wegsprinten, Luigi. Ik vind het ook echt mooi dat de lift er altijd meteen is. Oh ja, liftzender. Oh, zo. Oké, dat is iets anders dan ik had gedacht. Goed zo, let's go. Liftknop nummer 1. Natuurlijk, het spookt. Het spookt daarbinnen. En 5. 5 gaan we niet heen. Dan gaan we meteen dood. Suku. Ja, ik weet al hoe je bij de kaart komt. Ja, bedankt. Doei. Oh, dat is de grote hal. Dat is waar je begint. Dus we moeten wel naar 5. De grote hal is waar we naar binnen kwamen. Daar hoeven we nu niet heen.
We moeten het communiceren. Oh, sorry mam, het spijt me. Oh, sorry, we moesten dat testen. Test, test, 1, 2, 3. Fantastisch, communicatie, yep, het werkt perfect. Ja, oké, okay. Met de lift naar de 5e etage, let's go. Kunnen we even nog een laatste kwartier doen? Ja, ik weet hoe een kaart werkt. Het is niet mijn eerste keer dat ik een game speel. Dit is een kaart. Op een kaart kan je zien waar je heen moet. No shit. 5, let's go. Nee, dekking, shot fired. Wat regent ook buiten. Oh, dat maakt het nog enger. Dit is wel echt sick. Dit is zo sick. Nu zitten we er echt even in. Verander die beltoon. Dat is zo nooit. Ja, kijk er ook echt zo in. Schiet me ineens iets er binnen. Plopperschot. Oh ja, schiet je wc ontstoppen en dan kan je dingen pakken. Laten we testen hierop. Kijk, hier kan ik het ook op schieten. Wedden dat er dan ook iets uitkomt. Oké, okay, dit dan weer niet, maar ik kan het wel trekken. Oh my god. We kunnen ook hier rechts in een trappenhuis. Ik weet niet of we dat... Doe niet! Kijk, als je hoort dat er dan spoken zijn. Die spoken zijn niet zo eng. Dat is het probleem niet. Dit is volgens mij de kamer van Luigi. Dit is weer veranderd. Dat vind ik echt eng. Auwe! Waarom zijn jullie baby's? Come on to me! Hou hem onder controle! Hoppa! Kijk, ik kan ze slaan op die andere spoken. Oh, ik heb er 2. Ik heb er 2. Boom. Boom. Yes, dat zijn ze. Ik heb gehoord dat de bosses wel heel sick zijn. Wie is dit? Ziet ze ook nu pas? Wat? Dat kan niet, hè? Oh, zo. Tijd voor geld. Oh, wow. Wow! Dat is zo vet. Je kan alles zo helemaal overhoop halen. Kijk. Woehoe! Yes, nog meer battles. Wat ik wou zeggen is, je kan echt gewoon alles van de tafel afzuigen en zo. Niet bang zijn, man. Je hebt het net ook al gedaan. Come on here. Doe, papa. Spook op je mik. You did it. Boom. Zoals hier naar links gegaan, maar ik wil wel even kijken wat hier zit. Ducaten. Hoe ver ben je terugbrengen van mijn koffertje? Pardon, een spookbeestje is er mee van doorgegaan. Dat is onbeleefd. Ja, oké, okay, ik ga erachter aan. Waar moet ze dan zijn? Hier. In deze kamer, in de volgende. Kom toe, papa. Auw. Dit wordt een lastige. Oké, okay, dit is heel sick. Yo, je kan de gordijnen opblazen. Sorry, ik let even niet op je tekst. Laten we hier naar buiten gaan lopen. En dan de volgende kamer maar weer. Oh, ze heeft het ding laten vallen. Oké, okay, wow, jij kan hier golven. Kijk, hè. Ja, oké, okay, er gaat waarschijnlijk een achievement. Hé, hey, wacht eens even. Dat is een gem. Oh, laat maar. Oh, oké, okay, ben je dan hier? Ja, ik ga dood. Wat moet ik doen? Luigi richt het op een plopperschot. Oh, sorry, dat heb ik net gemist, man. Spijt me. Ja, dat kan ik natuurlijk weer opdoen. Sorry, ik luister niet. Ja, maar ik denk daar niet aan. Daar moet ik aan denken. Ze is weer naar rechts gegaan. Got him. Boom, boom, boom. Zo moet hij. Hier, take this. Oké, okay, die is weer weg. Oh. Ja, stop. Ik zit midden in een battle. Dat wist ik al. Deze zat ze nooit in. Oh, zo. Ze is er natuurlijk doorheen geweest. Ze kunnen ook sporen van spoken. We moeten wel op alle deuren schijnen. Yep, oké, okay, hier is ze. Einen plopper. Boom. Bam, je bent dood. Hier, geef de koffer uit je buik.
Ga er maar in. Hoe past dat er ook ooit in? Yay, Karim. We hebben de koffer. Heeft hij zeker weer een nieuwe uitvinding waarmee hij dan meteen terug kan teleporteren? Want ik ga echt niet teruglopen, hoor. Oh. Oh, die had ze nog mee. Knop 3. Luigi. Je kunt nu naar etage 3. Ah, oh, hij wil zijn koffer. Hé, hey, daar ben je weer, Luigi. Mijn koffertje, alsjeblieft. Die zag ik net niet. Wat? Eindelijk heb ik wel... Oh, eindelijk heb ik wat ik wilde. Het moment is aangebroken om hem in te zetten. Helaas ben ik zelf te oud om nog op spookjacht te gaan. Oh, ik weet het. Wat Luigi is, is nogal Luigi. En die kan je helpen met dingen. Die kan door stekels heen lopen. Die kan door pijpleidingen. En als je koop speelt, dan speelt dus je vriend Luigi. Luigi. Kun je even omdraaien, Luigi? Dan giet ik het in je spookzuiger goo. Zo. Jee. It's a trap! Mahaha, ik heb je gevangen in mijn val, Luigi. Oh, maak je geen zorgen, ik maak maar een geintje. Maar zul nog wel even opgesloten moeten blijven. Waarom dan ik graag dat je Luigi gebruikt om te ontsnappen? Flunk. Luigi lijkt echt gewoon alsof gewoon zijn ziel eruit is. Ik weet niet of die je nog hoort. Wauw. We moeten dat ding weer omhoog takelen. Ze moeten er langs. Het heeft hij goed opgezet, hoor. We need it. Kijk, Luigi daar ook al dood zo'n duimpje doen. Nu hebben we Luigi, alleen dat moeten we dan maar in de volgende video doen. Mysterieus gebouw. Het gaat om een enorme dreigende toren die vlakbij de hotel bevindt. Ik denk dat ik al weet wat het is. Dat is een Scarescraper game mode. Dat is een multiplayer game mode. Dat is dus de andere toren die daar is. Dat is een Scarescraper. Ja, multiplayer tumultoren. Ik noem het gewoon Scarescraper. Ja, kijkers. Smash even op die like als je deze video super awesome vond. Ik wil hier zo graag meer van uploaden. Dit gaat echt een awesome serie worden. Tenminste, als jullie het willen. Ik zie jullie bij de volgende video. Later!